Nee, ik ken Romeo niet. Ik word hier niet vrolijk van hoe ze naar me kijkt. Ik denk dat ze een slecht gebit heeft ook. Ja? Ja. Hoezo? Maar ze laat haar tanden niet eens. Nee, daarom. Je ziet een beetje dit eronder zo. We mogen gewoon kritisch zijn nu. Ja, ja. Ik ben normaal helemaal niet... Hallo allemaal. Dit is Calvijn. Dit is mijn cover. Smoorverliefd van Snelle. Want hij was smoorverliefd op haar en had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou verstaan. Laten zien. Dat is het hele idee van deze video, is dat iedereen zijn lul laat zien. Dit zijn Jort, Bram en Jeppe. Drie van mijn editors waar ik al jaren mee werk. Hey! We vinden elkaar heel aardig, maar ze beweren altijd dat Grolsch het lekkerste bier is. En Heineken slootwater. Het is hier echt fucking drekkerig. Daarom liet ik ze één voor één geblinddoek drie verschillende biertjes drinken. De eerste had het fout. Ik heb geen idee, maar... De tweede... Dus Grolsch. Deed het al beter. Ah, ik zei het al een keer! En de derde kreeg in plaats van normale biertjes... 3 Heineken 0.0. Zo, dit is nu wat gek. Dit is lastig. En hij moest raden welke van de drie Grolsch was. Oh, dit is... 2. Nee, deze niet. Ja, ik versta er echt niks van. Maar dan moet je gewoon deze even pakken. Top ding. Ik ga meteen door hoor. Zo, dit is nu wat gek. Dit is lastig. Oh, dit vind ik, dit is wat makkelijker. Dit is Heineken, denk ik. Deze zit de meeste smaak aan. Zo, Heineken. Ja. Dit is dan Hertog Jan en dit is Grolsch. Dat is mijn gok. Houden. Nou, dit kan niet. Dit kan echt niet. 0.0. Dat je de rest van je leven prima uit de voetenkamer open vreet. Goeiedag, goeiemorgen, nieuwe dag, nieuwe kansen. Let's get it, man. Vandaag ga ik naar Leo. Leo is voor jullie misschien beter bekend als... Leo viert vandaag zijn verjaardag en ik kan natuurlijk niet met lege handen aankomen, dus ik heb een geniaal cadeau bedacht. Via een bepaalde website kun je voor een paar dollar mensen videoboodschappen laten inspreken. En dat zijn mensen over de hele wereld. Dus ik heb een aantal van hen een of andere domme videoboodschap in laten spreken. Die ga ik straks aan hem laten zien. Leo, gefeliciteerd met je verjaardag. Thanks man. Ik heb een cadeau voor je. Ga er even goed voor zitten. Oké. Okay. Zet het geluid hard. Biggest fan from the United States. Hi, Billy. Everybody loves your music over here, man. Especially the old ladies. Team of the good work. I wish I could be your son. Happy birthday. Dat is wel een beetje eng. So mad. Everybody heard in the jungle. Dude, it's a love. I hate this music. Terrible. Especially Batman Ola. This is classic. This is so beautiful. Kan nog. Thank you so much. Arigato. Yeah, crazy man. Pakistan, the United States. The jungle. Het is tijd om onze vrienden een klein beetje in de maling te nemen, want wij hebben allemaal wel onze mening over de verleidsters van Temptation Island. Dus ik heb Quinten en Paul uitgenodigd om een video te maken waarin we verleidsters van Temptation Island gaan beoordelen. Maar wat ze niet weten, is dat Romee dan binnenkomt lopen. Ik ben met Quinten! Hi. We gaan wat leuks doen vandaag. We gaan de verleidsters van Temptation Island raten. We beginnen met Amber. Ja, uiterlijk? Nee, min 20. What did? Klaar. Cheyenne. Beautiful woman. No. Hey, chickie die kan dansen. Ja, dat is wel nice. Felicia. Die moet naar de hel. Jezus. Keihard. Romee is de jongste. Zij kijkt echt alsof ze mijn nek gaat breken. Nou, nee, ze hakt je pik eraf. Gotcha! Gewoon, dan verzamelt ze. In een pot of zo. Nee. Maar als je haar een cijfer zou moeten geven? Zij komt straight out of een snackbar of zo. Op deze foto. Romee, Google how to have fun. Hoezo? Depression inducing blik. Wat betekent? Ik weet niet eens wat dat betekent. Depression inducing. Ja, ze gewoon zeggen. Als je haar een cijfer zou moeten geven? Wat een gezelligheid. Nou, ik ben blij dat jij hier bent. Ja, nou. Van iedereen. Hak jij penis eraf? Dat is de vraag. Nee, dat is... Nou, maar kijk, nee, wat vind jij zelf van jouw foto hier? Ja, dit is echt heel kut. Zo, je krijgt er helemaal heet van. Yo, jij altijd met je pranks. Hey, ik vind het...
Ja, dit vind ik, dit is niet mijn type. Maar, zou je het, Nee. Oké. Okay. Kunza. Lekker met je dikke Kunza. Bij Kunza hoort dit geluid. Nikki is de oudste van alle verleiders. Ginger zijn wel, Is ginger een scheldwoord? Nee. Oeh, die kijkt heel streng. Oh, het doet me denken aan de meisje die ik ken. Nee, ik ken Romee niet. Ik word hier niet vrolijk van hoe ze naar me kijkt. Ik denk dat ze een slecht gebit heeft ook. Ja? Ja. Hoezo? Maar ze laat haar tanden niet eens. Nee, daarom. Je ziet een beetje dit eronder zo. Waaronder? Ja, onder de lip. Dat is ook... Ik veel. Maar mogen we gewoon kritisch zijn nu? Ja, ja. Ik ben normaal helemaal niet... Hoi! Kijk even goed naar de gebit. Oh, maar je hebt een heel mooi gebit. Hey. Ja. Oh ja, ik heb je niet zo goed gehoord, maar... Goddomme, wat is dit? Wat is dit? Hoor me ook gelijk allemaal shit fire om het goed te praten. Maar ik heb een leuke date voor jullie gefixt. Nee, dat meen je niet. Echt? Ja, oké. Okay. Nee. Yo, ik ben Calvin. Ik ben Peter. En vandaag gaan wij overnachten op een weiland. Ja, de zon gaat ook al bijna onder, weet je. Dus we moeten snel het is belangrijk zijn. Om snel die tent op te zetten. Oké, even. Oh, wacht, hoor je dat? Even. Wacht even. Kom weer even. Wow, hoor je dat? Nu ook, ik ja. Shit, ik weet niet wat het is, man. Ik ook niet. Klinkt als een... Als politie. Oh, ik dacht een kip. Doe het. What the? Hij is best ruim, jongen. Wow. Wat wel kut zou zijn, ja? Is als er nu een of andere boer komt die ons overrijdt. Dat zou... Jezus. Wat de fuck is dat, joh? Wat is het dan? Kijk. Oh, Jezus, shit. Jezus. Ga door. Oh, dat heb ik geleend van mijn moeder. Zo gewoon gebleven.